Ik ben Mart Brouwer, ik ben decoratief kunstenaar en ik maak objecten, tafels, ik doe ook complete winkelinrichtingen enzovoort. Een echte naam is er nog niet voor, maar het zijn, we noemen het eigenlijk muurobjecten. We worden uitgebrand, en dus het materiaal is van hout. De techniek wordt gedaan met uitbranden, met vuur en als je echt gewoon hout uitbrandt gaat het krom trekken, net zoals een lucifer die je verbrandt gaat krom trekken. Dus heb ik heel lang nog naar materiaal gezocht en dan ben ik uitgekomen op het materiaal waar ze keukenbladen van maken. Dat is watervast en vormvast. Het begint natuurlijk met het ontwerp, het idee. En dan ga je een collage maken van stukken hout eigenlijk. Dan ga je er met een brander op zitten werken totdat je de gewenste vorm bereikt. En dat is ook een speciale techniek met een bepaalde hitte van het gas. En een bepaalde druk van het gas, want het is niet zo dat het hout echt in de fik vliegt, zeg maar het groeit eigenlijk door de kracht en door de hitte, kan je er mooie structuren mee uithalen. Ja, dan is het dus één roetmassa, zeg maar, want je krijgt dan nog geen echt overzicht, omdat vooral de witte gedeeltes die er in het object zitten, die bepalen eigenlijk de vorm. En als je het dadelijk op je werktafel liggen, ja, dan heb je eigenlijk nog niet goed het overzicht. Dus dan moet je puur op je intuïtie afgaan wat je erop geschetst hebt in het begin, dat het ook goed is. Want het moet natuurlijk wel allemaal aan elkaar blijven zitten. In het begin maakte ik best wel veel koeien, paarden. Maar ik ben eigenlijk een beetje om gaan schakelen en het begint een beetje de pop-art kant in te gaan. Hoe is dat gekomen? Ik wil me eigenlijk nooit laten beïnvloeden door mensen van buitenaf. Maar toch vond ik het dikwijls vervelend van, goh, hartstikke mooi, maar ik geef niks om paarden. Goh, hartstikke mooi, maar ik geef niks om koeien. Dus ik ben andere onderwerpen gaan zoeken en kijken hoe daar de reacties op waren. En daar hangt nou toevallig ook een object van een rits. En er zegt nu niemand meer van, ja, ik heb niks met een rits. Je vindt het niet mooi of je vindt het niet mooi. Of ja, ik krijg geen commentaar meer in die zin eigenlijk, van gewoon wel mooi, maar ik heb er niks mee. Ik zou eigenlijk de reclame ingaan, maar ben ik van school afgegaan, gaan solliciteren, kwam ik terecht in de textielindustrie. Dus ik ben textielontwerper geworden, dat heb ik 26 jaar gedaan. Met liefde en plezier, alleen op een gegeven moment werd alles te veel met de computer, zeg zo niet, alles met de computer gedaan. Dus voor mij ging de liefde van het vak een beetje over en toen ben ik voor mezelf begonnen als decoratief kunstenaar. Dit zijn vrije werken, ja. Want ik werk namelijk ook heel vaak in opdracht en ik denk dat 70% wel uit opdracht bestaat. Dat is toch het vertrouwen krijgen van mensen waardoor je weer een opdracht krijgt. Nu heb ik er weer eentje, dan moet ik op een horend concert van Mozart moet ik een object gaan maken. In natuurlijke tinten, en that's it, daar moet ik het mee doen. Dan ga ik dus het cd'tje luisteren en dan hopen maar dat er ergens inspiratie vandaan komt, ja. Volgens dit concept, ja. Ja. Want dat blijf je nu doen? Ja, of ik moet weer iets nieuws tegenkomen. Ik bedoel, het brein van de kunstenaar staat nooit stil, hè. Ik moet wel vernieuwen blijven, ja. Ik moet niet blijven hangen. Nee.